geluk, geluk. Nu genot. Hoe kan ik deze ster nog verder introduceren? De kampioen van de wereld. Wat gaan we doen? We gaan de stap in. We gaan een feest naar de film. We gaan een feestje maken. Nee, serieus. Gezellig, we gaan elkaar zomaar tegen. Heb je zin in morgen? Ja. Ik ook. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. Een hele goede maandagmiddag. We zijn al even onderweg vandaag. We hebben alles opgegaan voor de Bike Motion. Jasper is vanmorgen geweest in Nootdorp, Barendrecht, Amsterdam. Amsterdam bus inleveren. Daar heb ik hem opgepikt. Zijn we naar het Hoorn gereden. Want, wat ga je morgen doen? Windsportje. Hij gaat windsport, jongens. En wat kon je 2 dagen voor je wegging in 1 keer niet vinden? De skibroek. De skibroek, inderdaad. Vrij essentieel als je op windsport gaat. In het Hoorn zijn we niet geslaagd, maar we zijn nu in Amstelveen. En daar zijn we wel geslaagd. Skibroek, skijas. En nu eventjes... Sappie. Stress down. Stress down. Ja. Die kan ik ook wel gebruiken. Maar jij hebt Iron Man. Iron Man. Ook lekker. Waar zijn we naartoe onderweg? Naar Cannibal Royale. En met wie gaan we eten? We gaan dus eten bij Cannibal Royale. De beste wereldkampioen. World champion. World champion. We zijn wel trots hoor. Zo, kei trots. We hebben een cadeautje mee ook. Weet je niet. En Steve is er ook bij. Jasper gaat er doorheen. Geluk, geluk. Nu genot. Kijk, barbecue sausje is aanwezig. Vegetarische burger. Nee, hij heeft een vegetarische burger. Ik heb een echte volledige vleesburger. Dat is heerlijk. Puur genot. Nou, eet smakelijk, jongens. Het grote moment is aangebroken. Doe even een introotje. Introotje. Hoe kan ik deze ster nog verder introduceren? De kampioen van de wereld. De ster van Zwanenburg. Wie kent hem niet? Met de beste Berenike van Nederland. Ze zit hier tegenover ons. Nu is het moment. Het speciaal cadeau. Van Evie. Ja, ik had niet beter kunnen zeggen. Wat gaat er nu door je heen? Die zijn wel vet. Die zijn er nog, die kunnen we voor je gaan maken. Intens gelukkig. Nou Eem, wat gaat er door je heen? Wat gaat er nu door je heen? Ja. Dat is de goede man. Past dit om jouw kuiten? Nee, wel mooi. Ik ben dus met de hond aan het lopen. Die heeft net besloten dat hij het warm heeft. Vriendje, ik ben helemaal zwart. Shit, verdamme. Oh, opa. Wa. Vlog. Gaat lekker editen. En we zijn op visite bij die mami, die papi. En we eten quiche en wat is dit? Gevulde paprika. Gevulde paprika bij Femke. Lekker Roos? Heel lekker. Tenminste, ik heb hem nog niet geproefd, maar ik neem maar van wel. Uit ervaring. Jojo. Pap, wat gaan we doen? We gaan de stap in. We gaan een feest naar de film. We gaan een feestje maken. Nee, serieus. Wij gaan eerst naar mijn zus verjaardag, die is 50. Dus die wordt ook wel mogelijk oud. En daarna gaan we even taartje eten. En als we klaar zijn met taartje eten, gaan we even de start in. Nee. Oké, we gaan dus naar een verjaardag. Cadeautje mee. Mijn tante wordt 50. Maak hondje. Nou, ben ik aan het trainen? Kom ik deze twee tegen? Ik zet ze tegen. Oranje pakkie zagen we. Wat gaan jullie doen? We gaan 3 uurtjes fietsen. 2 uurtjes. Goed bezig, meiden. Ja, lekker.
lekker. Succes. Dankjewel. Ik ben bijna thuis. Goedemorgen, gedoucht en wel, klaar. Ik zit nog even aan mijn ontbijtje. Oost het aan, want ik ga een broodje maken. Want ik ga vandaag richting Strada. Ik rij zo meteen eerst naar Paulien. En dan zet Ronan, Paulien en mij en Sjanne af bij de airport in Eindhoven. Even snel ontbijten, broodjes maken voor lunch, spullen pakken en dan gaan we. We zijn op Eindhoven Airport met... Nummer 3 van Nieuwsblad, winnares van de GP Semijn. Ik word bijna verlegen van. Niet nu ineens, nee. We hebben net lekker samen een koffietje gedronken bij Starbucks. Weer even kletsen met Jippie. Ja, gezellig. We elkaar zomaar tegen. Zin in, Strada. Zin in Strada, ja. Leuk koers, hè? Ja, mooi echt een mooie koers. Ja, heel leuk. En ook heel anders dan vorig jaar weer, denk ik. Ja, heel mooi weer. Zonnig. Vorig jaar was het natuurlijk echt heroïsch, koud, sneeuw, regen. Ja, alles. Nee, ik heb er echt zin in. Echt een mooie koers. Komt goed. Inflation or deflation under light. We zijn aangekomen in Siena, Italië. Ik lig op de kamer. Ik heb een tweepersoons bedje. Ik lig samen met Paulina in het appartement. We hebben 2 slaapkamers, dus echt super fijn. Met een huiskamer en een keuken, 2 badkamers. Dus echt super relaxed. We zijn net wezen eten bij de Italiaan. We hebben pasta gegeten. En een beetje groente en zo. Kippetje, was super lekker. En nu gaan we slapen, morgen verkennen. Dus super veel zin in. We zijn niet de enige die aan het verkennen zijn. Hey! Wat denk je, Martijn? Gaan die gasten hiervoor winnen zaterdag of niet? Ligt er aan hoe snel ze fietsen. Goeie voorspelling. Ze rijden verkeerd. Hoe vaak heb je nou al deze koers gekeken? De verkenning zit erop. Even snel douchen. Lunchen en daarna masseren. Ging best wel goed eigenlijk. Het was lekker om weer even op off-road te rijden. Paulus, ging het goed verkennen? Ja, super gaaf. Heb je zin in morgen? Ja. Ik ook. Een hele goede morgen. We staan in Siena naast de stadsmuren. Hierbovenop hebben we zo meteen een presentatie. Ik heb nu net eventjes stamp erop gezet. Krijgen we van een organisatie een sticker, super mooi. Ik ben best wel zenuwachtig. Want ik vind dit gewoon een super mooie koers. Ik wil het heel graag goed doen natuurlijk. Wat ik verwacht van vandaag. Ik denk dat op de 5e strook. Dat is altijd een lange strook. 9,5. En eigenlijk de lastigste. Dus daar moeten we zorgen dat we goed van voor zitten. Daar gaat het breken. Maar ik denk wel dat het daarna nog terugkomt. Ik hoop dat er een groepje gaat rijden. Tussen de 5e en de 6e strook. En ik hoop dat ik dan misschien mee kan springen. En dan denk ik vanaf strook. 6, 7, 8 gaat het echt helemaal uit elkaar breken. En gaan we kleine groepjes krijgen van 3, 4 meiden. We gaan het zien. We gaan zo meteen een ploegpresentatie doen en dan naar de start. Kijk, Paulien, dit zijn de echte. Leren Zeempie. Ciao. Ciao. Daar gaan we. Op naar de ploegpresentatie. Many times in the top. Sign on. We welcome Brejan Marcus, fourth in the Amstel Gold. Behind her, Vizca Skalniak signs on, ready for today's race. Behind her, Pauline Larakas. Favorite since it came onto the calendar, and I've only done it once, so I'm very, very excited. And yes, we have a strong team here today. Yeah, you've got all sorts of options, Ashley with climbers, you with your cyclocross skills and the rest of the team. Should be a great day. I think everybody is excited. It's one of the most beautiful spring classics, so you see everybody is really looking forward. Okay, have a great race. Ladies and gentlemen, Mariana Voss, Ashley Morgan-Passio and the rest of the CCC team. Let's go! Ready for the race? Ciao, ready!
komt Anna Plichtame, voormalige ploeggenootje bij BM3. Holy shit. Finished en voor het kruisje. Even mijn fiets laten zien. Stof. Nog eventjes een samenvatting van hoe de wedstrijd is gegaan. Wel iets anders dan dat ik had verwacht. Ik had verwacht, het is mooi weer. We gaan met een grote groep op de vijfde strook af. Maar het was eigenlijk al hommeles voor de vijfde strook. Dus we begonnen met, ik denk 60, 70 of zo aan de vijfde strook. En wat ik van tevoren zei, ik hoop dat ik tussen strook 5 en 6 mee kan zitten in een groepje. Dat lukte. We waren weg met een kopgroep van 12. Helaas waar niet echt iedereen rijden, of eigenlijk bijna niemand reed echt. Alleen ik was op kop aan het rijden. Pauline zat er ook bij van ons. En na 10 kilometer werden we toen weer teruggehaald. En eigenlijk was toen bij mij een beetje de tank leeg. Dus toen heb ik er nog wel even aangehangen. Maar ik moest voor de zesde strook helaas al lossen. En toen was de wedstrijd wel een beetje over. Ik ben zelf uiteindelijk 41ste geworden. En Marianne en Ashley werden 6 en 7 of 7 en 8. Dus dat is wel echt super mooi. Helaas geen podium of iets, maar wel, ik denk gewoon een goede wedstrijd. Centrum van Bologna. Jeroen, ik wil even een filmpje maken speciaal voor jou. We zitten in Bologna in het centrum en we zijn aan het eten. Groetjes van je meiden. Home sweet home, gekookt samen met Jas. Jas, wat eten? Biefstuk. Biefstukkie. Lekker hoor jongens. Dit is een kleine vlog takeover. Rianne en Jasper zijn boven aan het omkleden. Want we gaan naar een verjaardag van Stijn. En die wordt hoe oud? 23. Wist je het? Je vroeg het aan mij omdat je niet wist. Ja, ik wist het niet. Ik dacht 22, maar ik heb vandaag wedstrijd gereden in België. We zijn er 3 uur heen gereden. Toen hebben we ons omgekleed. Toen kregen we te horen dat het niet doorging. Toen kon ik 3 uur terugrijden. En toen heb ik even een uurtje op Jasper's Zwift gezeten. En ik ben verslaafd hoor. Echt leuk. En ik heb op Sloten wedstrijd gereden. En omdat het natuurlijk heel hard regende, waren er maar 5 mensen. 4 andere meiden en nog 1 jongen. Dus het was echt heel leuk. Toen ze een uur op Sloten met zessen gaan rijden. Echt met z'n zessen? Ja, en ja. Maar geen andere categorieën. Nee. Het was echt heel hier, erg. Hè? Met z'n zessen rondjes aan het rijden. Het was echt erg. Nou. Joejoe. We zijn onderweg naar de verjaardag van mijn neefje Stijn. En Jasper die heeft de fight te pakken hoor. Rechts. Hoezo kun je de weg in één keer niet? Let's go. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami.